Een auto kan in vele situaties handig zijn. Je moet even buiten de stad om familie te zien of je hebt enkele grote boodschappen. Toch staat een auto vaak stil. Tot zelfs 23 uur per dag. Heb je af en toe een auto nodig, dan kan autodelen iets voor jou zijn. Bij autodelen gebruik je een auto wanneer je hem echt nodig hebt. Omdat een delenauto door meer mensen wordt gebruikt, hoeft niet iedereen een eigen auto voor de deur te hebben. Minder auto's, dat is ook gezondere lucht, minder file en meer ruimte in je straat. Je kan je eigen wagen delen of je kan een deelauto gebruiken. Je eigen wagen delen is niet moeilijk. Door je aan te sluiten bij een autodeelorganisatie wordt alles goed geregeld en verzekerd. Bovendien ontmoet je mensen in je buurt en wordt je auto een stuk goedkoper. Want een auto kost meer dan je denkt, zoals de aankoop, belasting, verzekering. Tel je hierbij de brandstof en alle andere kosten op, dan wordt alles heel duur. Waarom niet gewoon al deze kosten delen? Je kan ook kiezen om deelauto's te gebruiken van een bedrijf of andere mensen. Dan ben je verlost van heel wat praktische zorgen. Bovendien kan je verschillende type wagens gebruiken, tot zelfs elektrische stadswagens of een camionet. En door enkel je gereden kilometers te betalen, spaar je jaarlijks een heleboel geld. Een deelauto kan je eenvoudig reserveren, zelfs op het laatste moment. En dit voor een korte tijd, een volledige dag of langer. Je reserveert de wagen en haalt de wagen op. Dat kan op een vaste standplaats zijn, bij de eigenaar of elders in je buurt. Je opent de auto en rijdt maar. Na de rit breng je de auto terug en je gereden kilometers worden automatisch geregistreerd. Of je vult achteraf de kilometerstanden in op de website. Afhankelijk van waar je woont zijn er heel wat mogelijkheden om je eigen auto te delen of een andere auto te gebruiken. Ontdek alle autodeelformules op www.autodelen.net.